Robert, hoe is het met je? Ja, op zich met mij gaat het wel, maar mijn pols niet zo. Die is dus gebroken. Wat is er precies gebeurd? In de afdaling van het tweede klimmetje van vierde categorie. Het was eigenlijk de hele dag al wringen en daar was het dus ook wringen. En in een poging om naar voren te komen, ja, in ieder geval de weg geremd ergens. En ik zat, ik kon niet harder remmen dan ik remde. Ik kwam in de berm terecht en dat was, of ja, zeg maar zo'n greppeltje waar het water af kan lopen. En dus sloeg ik overkop. En toen, dan ga je in de achtervolging, had je niet verschrikkelijk veel pijn? Ja, in eerste instantie valt er nog wel mee, maar toen op een gegeven moment begon het te zwellen en toen ging die pol zeg maar door die zwelling zo staan en toen kon ik de stuur niet meer vasthouden. En elk gaatje, of elk hobbeltje, dat voel je heel goed. En toen op een stuk zeg maar waar je, ja, net voor de laatste 20 kilometer waar we rechtsaf gingen, dat was echt slechte weg. Ja, en ik kon de stuur gewoon niet meer vasthouden. Dus toen hebben we die groep ook laten rijden. En ik zei tegen Grisha dat hij wel door mocht rijden, maar die wou natuurlijk graag bij mij blijven. En dat was, ja, super natuurlijk dat hij op me wacht. En, ja, toen... ik had eigenlijk eerlijk gezegd al zelf wel een idee dat het niet goed zat. Maar ik heb één keer mijn andere pols gebroken gehad. En dat was dan wel een stukje erger nog. Maar dit was, voelde ook niet goed. Dus, op welk moment had je het gevoel van dit gaat niet goed? Toen ik daar op de grond lag, dacht ik, dit gaat niet goed. Ja. toen het begon te zwellen en er kwam zo'n ei op, toen dacht ik, ja, dat is niet goed. En nu? Nu naar huis, denk ik. Ja. En het herstel? Ja, dat gaan we zien. We gaan zien hoe het gaat. En ik denk dat het echt de pijn pas komt als ik straks overmorgen de Tour aan het kijken ben. Dat zei ik net ook al. Maar dat lijkt mij het pijnlijkste moment. Ja, want het is vroeg natuurlijk. Maar zo, dit is natuurlijk niet de Tour die iemand zich wenst. Vanaf het ziekenhuis, hoe gaat het? Wat is er daar allemaal gebeurd? Ze hebben eerst foto's gemaakt en toen nog gescand. En daarop konden ze zien dat het gebroken was. Okay. Ja. Thuis weten ze het alles al? Ja, alles op de hoogte gesteld. En die vonden het ook niet leuk. En ga je nu nog terug naar de ploeg of ga je meteen naar huis? Ik denk dat ik gewoon in het hotel van de ploeg slaap en morgen vlieg naar huis. Ja. Okay. Dankjewel. Goed.